Nou, goed dat je in ieder geval hebt laten testen op psoas. Toch zijn er ook andere dingen die dit kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een vaginale schimmel, welke je bij een SOA-test niet test. De huisarts kan dit zien als hij of zij je lichamelijk onderzoekt. De klachten zoals je beschrijft, een warm gevoel en soms jeuk, kunnen daar wel goed bij passen. Het niet schoonmaken van je speeltje kan infecties tot gevolg hebben, maar ook in dit geval zou ik naar de huisarts toe gaan en vragen om een lichamelijk onderzoek van de vulva en vagina. Het goed schoonmaken van je speeltje betekent overigens niet dat dit per se met toycleaner moet, maar tot op heden lijken water en zeep ook gewoon goed te zijn.